een bezoek aan de Rembrandt-tentoonstelling. Maakt u bekend met meesterwerken die in ver afgelegen landen zijn verspreid. Uit Amerika, Schotland, Engeland, Duitsland kwam het kostbaarste uit openbaar en particulier bezit. New York zond het grote doek met de Aristoteles. Bijna 3 eeuwen lang is dit uit ons land verdwenen geweest, totdat het thans weer voor korte tijd met al zijn licht en schaduw in ons midden is. Uit Edinburgh kwam het portret van Hendrik Justoffels, dat boeit door de intimiteit van de voorstelling en door de schitterende kleurenpracht. Het zelfportret van de meester, het diepzinnigste wat hij ooit heeft geschilderd, komt uit de Schotse collectie van Lord Kinnaird. De meester heeft zich voorgesteld in de gedaante van de apostel Paulus. De familie uit Brunswijk is het kleurigste en schoonste schilderij dat Duitsland bezit. Het stelt aan kleurenpracht en lichtvermogen alles in de schaduw. Het beste licht voor Rembrandt is in scherp, helder licht. Maar een nog beter licht is een groot publiek dat het tentoongestelde in zich opneemt en van de zeldzame gelegenheid deze meesterwerken te zien, profiteert.